Goedemiddag. Met deze technische presentatie neem ik u mee langs de mogelijkheden die de toeristenbelasting biedt om een tariefdifferentiatie door te voeren. De presentatie bestaat uit drie onderdelen. In onderdeel 1 krijgt u een toelichting op de toeristenbelasting en tariefdifferentiatie. In het tweede gedeelte krijgt u uitleg over de heffing op riviercruisvaart. En bij deelpresentatie 3 krijgt u een toelichting op het plan van aanpak voor de controle op particuliere vakantieverhuur, onder andere via de digitale platforms. Hier ziet u de onderwerpen die ik kort met u wil bespreken. Van een algemene toelichting op de toeristenbelasting naar de wijze waarop u een differentiatie kunt invoeren. Het belangrijkste onderdeel is bij hoofdstuk 3. Aan u worden drie scenario's voorgelegd en daar ziet u verschillende soorten van differentiatie in terugkomen. Naar soort verblijf, naar ligging, over de verblijfaanbieder en naar een percentage in kamerprijs. De laatste jaren is er een enorme toename van het toerisme geweest in de regio Amsterdam, waaronder de Zaanstreek. Deze toename is ook zichtbaar in het aanbod van particuliere vakantieverhuur, onder andere via de digitale platform zoals de Airbnb. Een toename in het toerisme is een gunstige ontwikkeling voor de gemeente en de regio, maar het heeft ook overlastsituaties tot gevolg gehad. Onder andere hierdoor is het onderwerp van gesprek geworden bij de MRA en het heeft voor verschillende gemeenten, waaronder Zaanstad, een aanzet gegeven tot het vormen van nieuw beleid. Met moties en amendementen heeft u aan het college gevraagd een uitwerking te geven van een gedifferentieerd stelsel voor de toeristenbelasting voor heel Zaanstad. Maar ook een intensievere controle op de locaties die aangeboden worden via de digitale platforms. De Zaanstreek heeft de toerist veel te bieden en de gemeente heeft verschillende voorzieningen voor het toerisme. Deze kosten komen ten laste van de algemene middelen en komen uiteindelijk terecht bij de inwoners van Zaanstad. Steeds meer gemeenten gaan er toen over om het toerisme mee te laten betalen aan deze voorzieningen. En een manier hiervoor is het heffen van toeristenbelasting. De gemeentewet biedt gemeenten mogelijkheid om een toeristenbelasting in te voeren met artikel 224. Kort gezegd, als iemand verblijft binnen de gemeente, maar geen inwoner is van de gemeente, dan kan er toeristenbelasting worden geheven. Als we toeristenbelasting heffen van een ondernemer, dan is het voor de ondernemer mogelijk om deze belasting door te belasten aan zijn gasten. Denk hierbij aan hoteleigenaren. Er zijn verschillende soorten toeristenbelasting. Zaanstad kent al jaren een toeristenbelasting op het land. Maar het is ook mogelijk om een watertoeristenbelasting in te voeren of een dagtoeristenbelasting. Het is in ieder geval erg belangrijk dat de belastingen wel aansluiten op het gemeentelijk beleid. De visie toerisme vormt de paraplu binnen Zaanstad, waaronder verschillend beleid wordt uitgewerkt, onder andere op verblijfaccommodaties, een horecavisie of beleid voor campers. Er zijn verschillen tussen de toeristenbelastingen. De toeristenbelasting wordt gegeven per betaalde overnachting of kamerprijs. De watertoeristenbelasting daarentegen wordt per etmaal gegeven. En een dagtoeristenbelasting wordt geheven per dag. Uitgangspunt voor elke belasting is wel dat er niet kan worden geheven van inwoners van de gemeente Zaanstad. Wat zijn de uitgangspunten geweest bij het uitwerken van een differentiatie? Als u een watertoeristenbelasting zou invoeren, dan geldt straks de toeristenbelasting voor iedere verblijfaanbieder binnen de gemeente, zowel op het land als het water. En in plaats van een vast tarief per persoon per nacht, is het ook mogelijk een tarief vast te stellen wat meer aansluit op de locatie, het soort locatie wat wordt aangeboden. We kunnen een signaal ermee afgeven wat we als gemeente niet wenselijk vinden, bijvoorbeeld onttrekking van hele woningen aan de woningmarkt. Wat we ook zien is dat locaties op gunstig gelegen zijn, zoals bijvoorbeeld in de centra, hoge verhuurprijzen kunnen vragen. En dat maakt het ook aantrekkelijk om je woning te huur aan te bieden. Daarbij willen we in ieder geval een signaal of in ieder geval iets betekenen voor de overlast die het geeft aan omwonenden. Er zijn ook voorwaarden verbonden aan het invoeren van een differentiatie. Als je een differentiatie wilt invoeren naar het soort locatie,
dan is het belangrijk om een objectief onderscheid te maken tussen de verschillende soorten verblijven. En een differentiatie kan gemeentebeleid ondersteunen. U krijgt 3 scenario's voorgelegd met differentiaties naar het soort verblijf, naar ligging, als signaal tegen het onttrek aan de woningmarkt en naar percentage van de kamerprijs. De scenario's. Zoals gezegd, u krijgt 3 scenario's voorgesteld en ik wil graag met u het eerste scenario geheel met u doorlopen. Als u kijkt onder 1a en b, dan ziet u een differentiatie naar locatie. Een verblijfaanbieder binnen het centrumgebied betaalt een hoger tarief aan toeristenbelasting dan iemand die zich daarbuiten bevindt. Ook ziet u onder a en b een bepaling opgenomen waarbij gekeken wordt of de verblijfaanbieder nog wel in de woning woonachtig is. Als er een woning in zijn geheel voor verhuur wordt aangeboden, dan rechtvaardigt dat hier een hoger tarief van toeristenbelasting. Onder C en D en E zien we een verschillende soorten van verblijf wat aangeboden wordt. En dat geeft ook een ander tarief. Bij onderdeel C gaat het om de kampeerterreinen, de camperplaatsen. En daarbij wordt uitgegaan van een lager voorzieningenniveau. En dat rechtvaardigt hier een lager tarief aan toeristenbelasting. Voor het verblijf aan vaartuigen is een tarief van €2 vastgesteld. En dat houdt verband met de mogelijkheden binnen het vaargebied, binnen de gemeente. Ik verwijs u graag daarvoor naar het aparte voorstel dat u hierover heeft ontvangen. Voor de riviercruisevaart is een alternatief heffing uitgewerkt. En daarvoor verwijs ik u graag naar deelpresentatie 2. Dan ontvangt u daarop een toelichting. Scenario 2 is een meer vereenvoudigde differentiatie. Het zijn dezelfde differentiaties die u gezien heeft bij scenario 1. Maar wat u mist is de bepaling of gekeken wordt of de woning nog bewoond wordt of niet. Scenario 3 is een differentiatie naar het percentage van de kamerprijs. En met de uitgangspunten die u meegegeven heeft voor de uitwerking komen we uit op een percentage van 15%. Er zijn ook andere varianten uitgewerkt, waaronder de heffingswijze van Amsterdam. Amsterdam heeft ook een percentage van de kamerprijs, maar heft daarnaast ook een vaste voet. Zie hiervoor de bijlagen die u hiervoor heeft ontvangen. De varianten die in deze bijlagen nog meer zijn uitgewerkt, hebben wel echter wel gevolgen voor het meerjarenbeeld. Deze differentiatie brengt geen verlichting voor individuele reizigers. Het is duidelijk dat de toeristenbelasting komt altijd hoger uit dan de €7 per persoon per nacht. Maar wat betekent het dan voor de andere reizigers? Wat een tariefpercentage van 15% precies betekent voor de toeristenbelasting, ziet u hieronder in de tabel staan. Het zijn geen grote verschillen met wat er nu aan toeristenbelasting wordt geheven. U wordt gevraagd een keuze te maken uit de 3 voorliggende scenario's. Als u kiest voor scenario 1 of 2, dan heeft u ook gekozen voor een differentiatie naar locatie. Hiervoor is een centrumgebied afgebakend, waarbinnen geldt als verblijfaanbieders daar zich binnen bevinden, dat er een hoger tarief van toeristenbelasting geldt. De centrumgebieden zijn weergegeven in een cirkel op de kaart. En deze kaarten worden toegevoegd aan de verordening. Het kaartmateriaal wordt ook op de website geplaatst. En dat geeft als voordeel dat mensen ook kunnen inzoomen op hun locatie. En zoals u ziet op afdeling 2 wordt het dan duidelijker hoe de percelen, welke percelen er binnen en buiten liggen. Uitgangspunt is dat als een verblijfaanbieder op de grens ligt van een cirkel, dan wordt deze geacht buiten het gebied te bevinden en heeft een lager tarief van toeristenbelasting. De wijze waarop wordt gegeven is geen verschil met wat we nu gewend zijn met de toeristenbelasting. Het is een kwartaalbetaling en dat betekent dat aan het eind van elk kwartaal de ondernemer aangeeft, bij de belasting opgeeft, hoeveel betalende gasten er zijn verbleven. Naar aanleiding van de aangifte die is gedaan, wordt een aanslag opgelegd. Als er niet of niet voldoende wordt betaald, is het altijd mogelijk om een belasting ambtshalve op te leggen en in te vorderen. En er vindt ook controle van de boekhouding plaats. Wat is er nodig om een differentiatie door te voeren? Als u een nieuwe watertoeristenbelasting wil vaststellen, dan stelt u ook een nieuwe verordening vast. Voor het doorvoeren van een differentiatie in onze bestaande verordening, stelt u de huidige verordening gewijzigd vast.
De voorstellen zoals ik net met u heb langsgelopen op hoofdlijnen, ligt ter overweging bij de Raad. De doelgroepen die geraakt worden door de heffing zijn wel vanaf het begin meegenomen in het onderwerp. In februari is er een informatiemiddag gehouden met onder andere de jachthavens. Maar de doelgroepen kunnen nog inspreken bij het Zaans op de Raad op 3 of 5 november. En besluitvorming ligt voor 10 november. Als u besluit om de vorderingen vast te stellen, dan treden deze na publicatie op 1 januari volgend jaar in werking. Na ontvangst van een aanslagbiljet heeft de ondernemer altijd nog wel mogelijkheid op bezwaar en beroep in te dienen. Maar goed, met de nodige informatie proberen we dat natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Dank u wel.